Hallo allemaal. Je durft toch nog wel, vraagt de redacteur van de Bali bij ons voorgesprek over deze avond. Ze heeft me dan net verteld over de bedreigingen die de medewerkers van de Bali te verstouwen krijgen. Tuurlijk, zeg ik monter, ik ben al zo vaak gecanceld dat ik wel wat hebben kan. Dat begon toen ik mijn eerste stapjes in de publieke arena zette. Ik ging op Twitter en kwam in gesprek met allerlei mensen buiten de bubbel waar ik als linkse UvA-wetenschapper in zat. Zo gebeurde het dat ik een van de medeoprichters van De Jaap was, de voorloper van het huidige De Post Online. Ik was als adjunct hoofdredacteur verantwoordelijk voor de selectie van stukken en de eindredactie. Ik zeg graag op borrels om mensen te shockeren dat het bestaan van TPO mijn schuld is, om me daar vervolgens voor te excuseren. De bedoeling van De Jaap was een platform zijn waar iedereen ongeacht politieke kleur terecht kon. Voorbijgaan aan het eigen gelijk. Mijn deelname werd niet door iedereen gewaardeerd. Samenwerken met Bert Brussen maakte me de vijand, een linkse moffenhoer, zo je wilt. Ik werd uitgescholden en bedreigd. Het woord werd toen nog niet gebruikt, maar er waren mensen die mij probeerden te cancelen. Let wel, dat was in 2009. Vervolgens polariseerde de maatschappij door. De redactie kreeg ruzie en Twitter veranderde van de gezellige babbelbox die het was in het rioolputje dat nu zo vaak gehekeld wordt. TPO is nu meer voor spatie bij het eigen gelijk. Toen ik er in 2015 stopte als columnist, stopte ook de haatcampagne tegen mij. De haters hadden hun zin door naar de volgende. Op TPO staan al heel lang niet meer alle smaken, tenzij je rechts, rechtser van rechts en het allerrechtst van rechts als verschillende kleuren ziet. Je vindt er nu bijvoorbeeld stukken van Sid Lucassen. Ellenlange epistels die wel wat eindredactie van Linda Duits kunnen gebruiken. Een van zijn stokpaardjes is feministen op stang jagen. Deze Sid Lucassen staat nu in het midden van een controverse gecreëerd door een kunstenaarscollectief. En die controverse is de reden dat we hier vanavond zijn. Ik ben geen kunstcriticus. Ik kan niet zeggen over de waarde van deze film voor de kunst of over de vraag of dit kunst is. Ik heb ook geen oordeel over of deze film moet mogen. Ik sta hier als sociaal wetenschapper, als mediawetenschapper en mij is gevraagd om vanuit dat perspectief de kwestie te duiden. Lucassen trekt al in de film zijn instemming met deelname in. De makers, collectief Kirak, gaven daaraan geen gehoor. Lucassen zou nu met zware psychische problemen thuis zitten. Zijn geestverwanten, normaal gesproken ridders van het vrije woord, spreken zich uit tegen de vertoning. Geen Stijl, dat eerder had geschreven de beelden uit te zullen zenden, ziet daarvan af. De eerste publieke screening op 8 oktober werd opgetuigd met een spektakel. Ophef gegarandeerd. Julian Andeweg, de kunstenaar die wordt beschuldigd van verkrachting, mishandeling en stalking, werd op een paard gehesen. Uncancelled in de woorden van Kirak. Overigens had ik al voor deze, hoe zou ik het noemen, happening, provocatie, ja gezegd tegen een inleiding deze avond. Inmiddels is iedereen wakker. Feministische groeperingen starten een petitie tegen de verheerlijking van seksueel geweld hier in de Bali. Ze roepen op om de acties van Kirak niet te negeren en verzoeken de Bali stil te staan bij de slachtoffers van seksueel geweld. Kranten pikten het op. Een publicitair zetje, noemt politiek onderzoeker Chris Alberts het op Twitter. Hij schrijft, als Sid Lucassen zichzelf iets aandoet, weet u wie er allemaal medeplichtig zijn. Het leidt tot een wonderlijk circus. Ineens springen allemaal rechtse mannen op de bres tegen seksueel geweld. Publicist Geert en Waling twitterde verontwaardigd aan linkse activiste Saïre Krieger dat ze, ik citeer, een event wilde cancelen vanwege een figuur die zelf niet eens aanwezig is en niet vanwege het seksuele geweld en de pesterijen tegen Sid Lucassen die daadwerkelijk in de film centraal staan. Einde citaat. Kirak laat met dit project, dus de film en de provocatie, zien hoe hypocriet gepolariseerde kampen omgaan met de grootse principes waarmee ze schermen. Wellicht heeft de kleine schaal van de Nederlandse publieke arena daar iets mee te maken. Iedereen kent elkaar, de kampen zijn ferm verankerd. Loopgraven zijn daar de juiste metafoor voor. Kirak toont de hypocrisie, maar ik zou niet zeggen dat het project die blootlegt. Er sprake van uitlokking. Zowel het uitlokken van rechts met de film als het uitlokken van links door Julian Andeweg op een paard te hijsen.
dat uitlokken van emoties op beeld doet denken aan reality-televisie. Daar worden mensen door professionele makers in onechte situaties geplaatst, of dat nou een taartenbakwedstrijd is of een eiland vol geile vrijgezellen, met als doel echte emoties te veroorzaken waar wij als kijkers van kunnen genieten. Ik kijk daar graag naar, ook al vind ik tegelijkertijd, of liever gezegd, ik weet tegelijkertijd, dat reality-televisie nooit op ethisch verantwoorde manier gemaakt kan worden. Deelnemers kunnen van tevoren niet overzien wat de consequenties van hun deelname zijn, omdat televisie er alles aan doet om dat productieproces te verhullen. Bovendien is er sprake van machtsongelijkheid tussen maker en deelnemer, waarbij de ene partij nauwelijks zeggenschap heeft over het eindresultaat. Die zeggenschap is ook Sint-Lucasse ontzegd. Sterker, hij uit zijn bezwaren helder. Dat maakt dat ik niet met plezier, maar met ontzetting naar Honeypot heb gekeken. Seksuele grensoverschrijding is nooit acceptabel, ook niet onder de noemer van kunst. En onder seksuele grensoverschrijding valt ook het delen van seksuele beelden zonder toestemming van de betrokkenen. Ik hoop dat Lucasse aangifte doet, zodat een rechter zich over deze kwestie kan uitspreken. Het lukt me niet om het protest tegen de balie als een vorm van cancelcultuur te zien. Er is immers geen sprake van enige canceling whatsoever. We zijn gewoon hier. Feministen spreken zich met een keurige handtekeningenactie, een lawaai-demonstratie, uit tegen de normalisering van seksueel geweld. En om iets of iemand te kunnen cancelen is macht nodig. Activisten die kwesties als racisme, seksisme en transfobie aankaarten, hebben die macht niet. De mensen die klagen over cancelcultuur komen steeds met voorbeelden waarbij nader inzien weinig van overblijft. Louis C.K. toert gewoon weer. J.K. Rowling verkocht geen boek minder nadat ze zogenaamd gecanceld was op sociale media. Het aankaarten van zulke kwesties, dus racisme, seksisme, etc., is overigens nuttig en nodig. Ik geef, net als andere wetenschappers, daarom de voorkeur aan de term call-out-cultuur. Omdat deze de lading veel beter dekt en aan concepten heb je alleen maar iets als ze goed passen op het fenomeen dat ze moeten duiden. Steeds wanneer het over cancelcultuur gaat, wordt de aandacht afgeleid van waar het daadwerkelijk over zou moeten gaan. Ook hier is dat het geval. We hebben hier vanavond geen gesprek over seksueel geweld. Er is geen analyse over de mechanismen die eraan ten grondslag liggen. En geen uitwisseling van gedachten over mogelijke oplossingen ertegen. In plaats daarvan slaan we een zijspoor in. Lekker meta. Dagbesteding voor een kleine groep opiniemakers en kunstenaars die geen enkele intentie hebben of meer hebben om nader tot elkaar te komen. En zo kent Honeypot van Kirak enkel slachtoffers en verliezers. Dank voor uw aandacht.